Oké, okay, welkom bij deze introductievideo over uh, Landal Nostradamus. Ik ga jullie in deze video laten zien hoe je je in kan loggen de eerste keer in Nostradamus. En ik ga jullie laten zien hoe de app werkt die je op je telefoon kan gebruiken. Uh, hoe je vrijdag kan aanvragen, verzoeken, maar ook je uren kan inzien. Um, de allereerste keer dat je gaat inloggen is het belangrijk dat je dat via de computer gaat doen. En gaat naar de website landal.nostradamus.nu um, Zorg dat je daar... Um, geen uh, um, uh, www.voorzet anders doet hij het niet. En je drukt gelijk op wachtwoord vergeten. Zo ga je je wachtwoord aanvragen. Je gebruikersnaam is je voornaam. Spatie, je achternaam. En vervolgens voer je je e-mailadres in en druk je op wachtwoord versturen. Voer, voer het e-mailadres in die bij landal bekend is. Uh, als je dit niet weet, vraag het dan even aan je leidinggevende of probeer je een meest gebruikte e-mailadres. Um, dan krijg je op je e-mailadres een bevestiging, klik op die link en vervolgens krijg je een tijdelijk wachtwoord waarmee je kan inloggen. Nou, op dat moment kan je inloggen op de website van Landenhandelsgadames via de link. en Ik ga je nu laten zien hoe je ook gelijk je eigen wachtwoord kan wijzigen. Je gaat hierboven naar Mijn gegevens en Mijn inloggegevens. Dan kan je hier je wachtwoord ingeven. En als je die dan herhaalt, kan je op opslaan en sluiten drukken en heb je op die manier je wachtwoord gewijzigd. Nou, verder is via de website alles te regelen. Alleen is het veel handiger om dat op je telefoon te doen. Dus ik ga nu verder alles informatie uitleggen op mijn telefoon. En je gaat naar de Apple Play Store en zoekt daarop Landal Nostradamus app. En als je die gedownload hebt, kan je die in de Play Store of in de uh, Apple Store krijg je deze app uh, te zien. Um, als je daaraan inlogt krijg je gelijk je rooster te zien. En zoals je in mijn rooster kan zien, kan ik precies zien wanneer ik werk en zijn er ook een aantal labels toegevoegd die mij vertellen wat ik die dag moet doen en welke belangrijke dingen erin staan. Als je op het knopje links klikt, kan je precies zien welke informatie je nodig hebt voor je werk. Op Home kan je je rooster zien uh, maar die staat... en op Weekrooster is de eerste tab die ik ga bespreken. Op het weekrooster kan je het gehele rooster van jouw hele afdeling zien. Um, je gaat naar de week die je graag wil zien, dus bijvoorbeeld week 24, en ik kies bijvoorbeeld uit dat ik wil weten wie op woensdag 12 juni aan het werk is. En ik zie hier alle namen van mijn collega's die op dat moment aan het werk zijn en de tijden erbij. Ik kan ook zien wie er bijvoorbeeld de fietsverhuurdienst heeft uh, en wie het zwembad moet stofzuigen en bij wie ik me moet afmelden. Um, nou, dat kan je allemaal via Weekrooster zien. Nou, wil je puur weten wanneer jij moet werken, dan ga je naar Mijn Rooster. Daarop kan je precies zien wat jouw diensten zijn, wanneer je moet werken. Uh, en alle dagen staan daar netjes onder elkaar. Dan kan je ook naar Open Diensten gaan. En bij Open Diensten kan je kijken als jouw leidinggevende, bijvoorbeeld op de donderdagavond, geen dienst, uh, niemand kan vinden die die dag wil werken, dan kan diegene een Open Dienst neerzetten. Stel, jij denkt: Ik wil heel graag die donderdag werken. Klik je op de open dienst en zodra je die bevestigt, kom je die dag ook werken. Het fijne is dat het gelijk in het systeem gezien wordt en dat jij ook gelijk die dienst hebt. Zodra je die hebt, echter, wordt er wel van je verwacht dat je er ook bent, eh, want je kan deze dienst daarna niet meer afkeuren. Dan eh, kan het natuurlijk ook zijn dat je je beschikbaarheid wilt doorgeven, en dat kan op twee manieren: je kan je beschikbaarheid doorgeven of je kan verlof aanvragen. En het verschil is dat je bij beschikbaarheid doorgeeft wanneer je liever niet wil werken. Als je bijvoorbeeld uh, uh, graag naar huis zou willen of dat je bijvoorbeeld een verjaardag hebt van iemand waar je graag bij wil zijn, dan kan je hier tot elke week die je wil zien door op volgende te drukken. Bijvoorbeeld op woensdag 24 juli kan ik aangeven dat ik niet beschikbaar ben. Dan klik ik hierop en dan klik ik op niet beschikbaar. Ik kan ook aangeven dat ik alleen de ochtend beschikbaar ben of alleen de avond. En vul er altijd een opmerking in, want zonder opmerking zal die nooit goedgekeurd worden. Vervolgens druk je op verzenden en staat jouw beschikbaarheid, zoals ik nu bijvoorbeeld laat zien, op rood. En weet jouw leidinggevende dat je liever niet wil werken. Als die leidinggevende aan het begint, zal die daarna dus ook bepalen of jij wel of niet vrij kan krijgen. Um, dan kan je ook een vrije dag aanvragen. Dat doe je via verlof en dat doe je dus alleen voor dingen... Die waarvoor je echt vrij moet hebben. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een bruiloft, over een festival waar je echt tickets van tevoren moet kopen. Uh, en vraag het eventueel in de leidinggevende uh, als je hier vragen over hebt. Maar dat doe je door hierop toevoegen te drukken. Je geeft hier aan vanaf welke datum je vrij wil hebben. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat. Um, nou, de hele dag tot en met de 8e van juni wil ik graag vrij vragen. Um, nou, dan kan je hier de reden bij zetten, zoals ook bij de beschikbaarheid. En eigenlijk bij alles is de reden altijd verplicht om erbij te vertellen. En hieronder voer je in hoe je het wil verwerken. Nou, dat is per persoon verschillend. Dus heb je een, uh, een uh, uh, vraag hierover, vraag dat eventjes aan je leidinggevende uh, welke je hier het beste voor kan inzetten. Vul je de vakantie in, vul dan ook het aantal dagen die je daarvoor moet inleveren. Dan heb je ook nog de knop ruilverzoeken. Snel, je bent ergens op ingepland en wil nog vrij hebben. Dan ben jij degene die daar graag die daar een ruilverzoek voor moet indienen. Um, als je een ruilverzoek ontvangt, komen die hier te staan. Daar krijg je ook een melding van en die komt in jouw overzichtje te staan. Nou, hoe doe je een ruilverzoek? Dat doe je door naar Mijn Rooster te gaan. Je klikt op de dienst die je graag zou willen ruilen, bijvoorbeeld zondag 16 juni. Die zou ik graag willen ruilen met, staan hier alle collega's die op die dag geen vakantie hebben en dus beschikbaar zijn. Nou, dan klik ik diegene aan. En dan kan ik daarin vertellen of die een dienst wil overnemen. Dus bijvoorbeeld dat we de ene dienst ruilen voor een andere. Of dat die mijn dienst overneemt en dat er verder geen andere dienst tegenover staat. Druk je op verzenden en op dat moment krijgt uh, jouw collega een melding dat er geruild wil worden. Zodra die goedgekeurd wordt, komt hij bij je leidinggevende en zal je leidinggevende uiteindelijk bepalen of dat wel of niet uh, gehonoreerd wordt, dan heb je bij gewerkte uren nog een, uh, 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 een schemaatje waarbij je precies kan zien wanneer je op een dag gewerkt hebt. Je kan daar precies zien uh, dat je bijvoorbeeld uh, uh, hoe laat je hebt ingeklokt en hoe laat je hebt uitgeklokt. Nou, stel daar staat iets verkeerd in, kan je daar op klikken en kan je die uren zelf wijzigen. Je inkloktijd is altijd de tijd die op je rooster staat. Dus als dat in mijn geval staat kwart voor negen geweest, stel dat ik om kwart over acht moet beginnen, dan is het aan mij de taak om dat tijdstip te veranderen. Dus ik kan wel om kwart over acht inklokken, maar er zal in mijn gewerkte uren dan altijd staan dat ik om kwart voor negen begin. Zorg dan dat je eventjes dat herstelt en dat je zelf een urenwijziging aanvraagt, zodat je uiteindelijk zorgt dat jouw uren goed in het systeem komen te staan. Hetzelfde geldt voor je uitkloktijd, stel je hebt uh, op een verkeerd moment uitgeklokt of er zijn andere dingen verkeerd gegaan, wijzig dan je vertrektijdstip uh, en uh, dan krijgen wij een melding dat je je uren graag een correctie wil hebben omdat er iets verkeerd is gegaan. Je pauze etc. kan je er ook allemaal in zien, dus uh, dit kan je allemaal wijzigen uh, op aanvraag. Je uitkloktijd is bij uh, de afdelingen Fun and Entertainment en bij de horeca uh, leidend wanneer je uitklokt. Maar bij alle andere afdelingen is het zo dat op het moment dat je uitklokt, en dat is later dan dat er op de planning staat, dan zal je daar ook een urencorrectie voor moeten aanvragen. Meer informatie kun je bij je leidinggevende hierover krijgen. Um, nou hier kan je dus je urencorrectie aanvragen via de urencorrectie toevoegen. En hier selecteer je dus... Over welke dag het gaat dat je je urencorrectie wil aanvragen. Voor welke afdeling en wat je graag wil verwijzigen. Zet er ook altijd de reden bij, anders wordt dit niet gehonoreerd. Dan heb je nog je verlofsaldo en hierin kan je precies zien hoeveel dagen vakantie je bijvoorbeeld nog te goed hebt. Hoeveel uren je nog te goed hebt. En al dat soort dingen staat hier verder in uitgelegd. Um, verder kan je hier nog je nieuws- en personeelskaart inzien. Daar staat al de informatie over jou. Mochten daar dingen niet in kloppen, geef dat dan even aan bij je leidinggevende. En dat is hoe de app Nostradamus werkt. Dankjewel voor het kijken en voor verdere vragen verwijs ik je door naar je leidinggevende. Oké, okay, uh, nou, dan zijn we bij het inklokapparaat gekomen. Dat is dit apparaat en het is eigenlijk heel simpel. Je houdt je blauwe tag die je van je leidinggevende had bovenop. En vervolgens klik je op in- of uitklokken. Nou, omdat ik vanochtend al heb uitgeklokt, kan je hier zien. Dat ik vertrokken ben om 13 uur 19 en hoe laat ik ben ingeklokt. Hij laat ze ook zien dat ik te vroeg uitklok en dit kan ik dus vervolgens ook weer in mijn telefoon zien bij mijn gewerkte uren hoe ik vandaag heb ingeklokt. Dit doe je s ochtends als je begint en dit doe je als je weggaat klok je ook weer uit. Pauzes klok je verder niet opnieuw in. Stel je hebt de dus splitdienst dus je werkt s ochtends en s'avonds een dienst dan klok je wel opnieuw uit.